Het is 1959. In Utrecht lopen schoolkinderen te slepen met oud papier, oud ijzer, wrak hout. Hen is verteld dat ze een beeld van Anne Frank willen, omdat ze nooit meer oorlog willen. En dus verzamelen ze afval en afdank. De opbrengst zal vrede zijn, wordt hen beloofd. Grof vuil tegen geweld. Jammer genoeg niet al het geweld. Mishandeling en misbruik gaan gewoon door. Dat is blijkbaar geen oorlog. Het beeld komt er. Het krijgt bezoek. En bloemen. Elke dag is er wel iemand die het beeld streelt en fluistert: jij bent mijn stiekeme vriendinnetje. Vanaf 1959 tot nu zijn dat 62 jaar keer 365, grofweg 22.630 vriendjes en vriendinnetjes. Facebook kan jaloers zijn. Ze hebben allemaal een eigen verhaal. De een zegt: ik heb al je films gezien en ook de musical. Een ander: ik ben ook verliefd, maar het mag niet. Weer een ander: mijn poes heette ook Moortje, die is ook dood. Nog iemand: ik moet me ook stilhouden. Nooit zegt iemand: ik heb ook mensen opgesloten. Ik heb mijn buurvrouw verraden. Ik heb Hans is een vieze flikker op het schoolbord geschreven. Ik heb mijn kind het grote zwijgen opgelegd. Het beeld kan er niets aan doen. Het is en blijft van steen. Waar blijft het rumoer in deze stilte? Reken niet op de klinkers van het kerkhof. Geloof niet in de moppen van de kerk. Verzamel je eigen afval en beloof dat de opbrengst vrede zal zijn. Verzamel je eigen afval en beloof dat de opbrengst vrede zal zijn. En beloof dat de opbrengst vrede zal zijn. Beloof dat de opbrengst vrede zal zijn.